Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Pepmeier. Ik ben hoofdredacteur van Tophair en trainer en partner bij Jump Management voor kappers. Dit is mijn 181ste vlog op zondag en deze keer gaat het over herkenbaarheid. Ben jij voor nieuwe klanten eigenlijk te vinden en herkenbaar? Het gaat over het concept van je zaak, namelijk de herkenbaarheid en vindbaarheid van je zaak. Ik schrijf heel vaak over dit soort thema's en blog er ook over. Namelijk, wat kun je doen om je eigen bedrijf een eigen smoel te geven? Het gaat over anders zijn en bijzonder zijn. Kapsalons aan de bovenkant en aan de onderkant van de markt zijn meestal voor de consument makkelijker te herkennen. En de grootste bulk zit ergens in het middensegment. Ongeveer 80% van alle kapsalons vind je onherkenbaar voor de consument. In één grote kolonie penguins die allemaal op elkaar lijken. Veel van deze zaken hebben geen eigen smoel en doen precies wat hun concurrenten ook doen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, lijkt hun alle credo te zijn. En als je naar hun marketinguitingen kijkt en wat ze op hun website plaatsen, dan zeggen ze allemaal hetzelfde. Dan zeggen ze dat het in hun salons gezellig is en dat ze hun klanten aandacht schenken en dat ze gespecialiseerd zijn in knippen en kleuren. Als consumenten in dit segment op zoek zijn naar een kapper, dan zien ze meestal een kopie van een kopie van een kopie. Als consumenten het moeilijk vinden om een kapsalon in deze grote kolonie penguins te vinden, gebeurt het vaak dat zij dan ergens in het lagere segment voor snel en goedkoop kiezen. Snel ergens 100 gram overtollig haar laten verwijderen voor een zeer gunstige prijs is dan een begrijpelijk alternatief. Als je vergelijkbaar bent met veel andere kapsalons, word je dus snel over het hoofd gezien. Probeer eens in een kolonie pinguïn die ene bijzondere eruit te pikken. Onbegonnen werk, echt. Als een van de vele pinguïns ben je voor de klant niet zichtbaar. Aardig om te weten, je hoeft geen pauw te zijn tussen al die pinguïns om op te vallen. Zelfs het kleinste detail dat anders is, wordt door de consument opgemerkt en haalt de aandacht. En dan gaat het in eerste instantie niet over beter zijn, maar over anders zijn. Het leven het verschil. Wil je voorbeelden? Het lijkt niet dat het alleen simpel is. Het is simpel. Bijvoorbeeld een andere of betere service. Meer vriendelijkheid, meer hygiëne, belangstelling en een sfeertje. Afwijkende openingstijden, ophaalservice, vriendenkaart, duokaart, menuprijzen, professioneel adviseren, goed geïnformeerd zijn, trendscouting. De nieuwste technieken toepassen, luisteren, stiltezones, uitgebreid of juist beperkt dienstenpakket. Ja, ik kan nog zo even doorgaan, want er zijn zoveel terreinen waar jij anders zou kunnen zijn dan andere kappers. Je kunt je specialiseren, je kunt doelgroepen benaderen, je kunt samenwerken met andere zaken buiten de kappersbranche, je kunt een wellness, een belevenis along hebben, je kunt snel werken. Ga samen met je medewerkers een half uur brainstormen en je kans is groot dat er binnen dat half uur meer ideeën op tafel komen om de middenmaat te doorbreken dan jij in een hele ondernemersleven kunt realiseren. Wie bepaalt eigenlijk het DNA van de zaak? Nou, jij natuurlijk als eigenaar en niemand anders. Ook de medewerkers hebben er geen invloed op. Want stel dat je elke keer dat je een nieuwe medewerker in dienst neemt, het DNA van je zaak moet veranderen omdat je het algemene beleid aan de nieuwe medewerker moet aanpassen. Het is jouw zaak. En jouw risico, dus jouw beleid. Als eigenaar mag jij het concept en de doelen kiezen. Medewerkers passen zich aan het concept en ondersteunen het door hun vaardigheden en hun gedrag. En daar gaat het om. Veel zaken hebben helemaal geen herkenbaar concept, omdat ze met alle winden meewaaien. Komen er nieuwe medewerkers, gaat de zaak zich aan hen aanpassen in plaats van andersom. En als je als eigenaar ook niet weet waar jij heen wilt, waait elke wind uit de verkeerde richting en nemen sterke medewerkers het van jou over. Als het jou niet uitmaakt wat er met jouw zaak gebeurt, is het best een spannende manier om zo het leven uit te dagen. Als jij meer van zekerheid houdt,
is plannen maken de makkelijkere manier om te komen waar jij wilt zijn. Maar dan moet je zelf wel eerst even weten welke kant dat je op wilt. Denk eens na over de volgende vragen. Is jouw zaak precies zoals jij dat in het begin wilde? Ben jij nog op de gewenste koers of moet je misschien bijsturen? Wat doe jij anders dan je collega Penguins? Kun jij in 30 seconden uitleggen waarvoor je zaak staat en wat je er als klant kunt verwachten? Heb jij al profielen geschreven voor je ideale klanten en je ideale medewerkers? Moet eigenlijk elke kapsalon in actie komen om aan zijn concept te sleutelen voor de zichtbaarheid? Nee, natuurlijk niet. In het bovenste segment zijn de kapsalons sowieso al zichtbaar, omdat ze een duidelijk concept hebben, want anders waren ze daarboven nooit aangekomen. En als je in het onderste segment bent en je hebt er bewust voor gekozen, hoef je weinig te doen. Want daar gaat het vooral om de lage prijs en de snelheid van werken. En als je dat prettig vindt, dan hoef je daar niks aan te veranderen. Lieve mensen, ik wens je voor volgende week heel veel wijsheid. En wij zien en spreken elkaar weer volgende week zondag. Dag, dag.